Misschien zeg je ook wel eens, ach, ik ben echt depressief. En hopelijk is dat dan niet zo en heb je maar een rotdag of een dip. Heel vervelend, maar morgen weer een nieuwe dag. Maar als je last hebt van een depressie, is dat niet zo simpel opgelost. Een depressie is een psychische aandoening. Dat betekent dat het een ziekte is die niet in je lichaam zit, maar in je hoofd. Mensen die depressief zijn, voelen zich al langere tijd somber. Als die sombere gevoelens langer dan 2 weken duren, zonder dat je daar echt een logische reden voor hebt, wordt het een depressie genoemd. Helaas duren de meeste depressies wel langer dan 2 weken. Heb jij last van een depressie? Dan hebben wij een aantal tips. En deze tips willen niet zeggen dat alles gelijk opgelost is, maar ze helpen wel. En ondanks dat het misschien aanvoelt als clichés, onderschat ze niet. Eet gezond. Zorg voor een goed ritme. Zorg dat je elke dag dezelfde tijd opstaat en dezelfde tijd naar bed gaat. En ook dezelfde tijden een beetje eet. Structuur is heel belangrijk. Ga bewegen. En als je niet van sport houdt, kun je ook ervoor zorgen dat je 10.000 stappen maakt per dag. Gebruik geen alcohol of drugs. Blijf activiteiten doen. Dus als je af hebt gesproken met vrienden, ga niet afzeggen en in bed liggen. En, deze is heel belangrijk, als je er last van blijft houden, ga dan met een vertrouwd persoon naar de huisarts. Meer weten over depressie of hoe je hiermee om kan gaan als iemand uit je omgeving dit heeft? Check jou030.nl.